en welkom bij een nieuwe video. Ik ben weer bezig shoppen en ik zal vandaag laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Onder in de beschrijving zal ik natuurlijk weer alle linkjes van alles wat ik heb gekocht zetten. Dus mocht je zelf iets zien waarvan je denkt dat wil ik ook halen, dan kan dat natuurlijk. En laten we snel beginnen. Oké, het eerste wat ik heb besteld zijn nieuwe schoenen van New Balance. Deze heb ik besteld bij de ASOS. En ik had namelijk mijn Body Jam tijdelijke certificaat gehaald. En ik had tegen mezelf gezegd, als ik die haal, mag ik nieuwe schoenen bestellen. Dus dat heb ik gedaan. En dat zijn deze schoenen. Ik geef natuurlijk sportlessen. En binnen heb je schoenen nodig die dus echt voor binnen alleen zijn. Mijn andere schoenen waren op zich wel chill. Maar ik merkte dat ze toch net iets te klein waren. Smal aan de voorkant, laat maar zeggen. Dus ik heb deze besteld. En dat zijn deze schoenen. Lekker in een neutraal kleurtje. Wat ik er vooral heel erg leuk aan vind is dat ze eigenlijk gewoon overal bij passen. Omdat ze dus zo neutraal zijn. En deze waren even wat duurder dan dat ik normaal snel voor schoenen zou halen. Maar ik dacht, deze ga ik heel lang gebruiken. En ze zijn gewoon echt mega leuk. Dan zijn hier de schoenen. En deze vind ik echt zo tof. Ze zien er echt super mooi uit. Ze zitten heel erg lekker. Ik heb maat 38, maar ze zitten gewoon echt heel erg goed. Ze voelen lekker, dus dit is echt top. Dan, om even in het sportthema te blijven, heb ik een nieuw shirt bij Nike gekocht. In de Nike store, dat is deze. Gewoon voor het lesgeven, lekker sportshirt. En hij is ook gewoon leuk en dat vind ik wel belangrijk, want ik loop gewoon best wel veel in sportkleding. Dus dan wil ik er ook leuk uitzien. Nou, hier is het t-shirt van Nike. Ik zei volgens mij net dat ik hem bij de Nike store had gehaald. Maar volgens mij heb ik deze ook op ASOS besteld. Dus ik zal in ieder geval de link hieronder even neerzetten. Deze heb ik ook in een maat S. Nou, hij is lekker lang. Dus ook als ik een sportlegging aan heb, dan kan ik hem op deze manier zo prima aan. En het is een heel zacht stofje, dus dat vind ik heel erg nice. Toen ben ik naar de Kostas geweest. En daar heb ik deze trui gevonden. Weet je, ook weer een neutraal kleurtje met leuke paars. Een soort van, ja wat is het? Fluweel? Nou, niet echt denk ik, maar letters. En deze heb ik in een maat M. Want hij was namelijk in de sale. Want hij was eerst 50 euro en nu was hij 30 euro. En ik dacht, nou ja, een M is prima, want dan heb ik hem gewoon lekker oversized. En dat vind ik niet zo erg. Dus dat is deze. Dan is hier de trui van de Kostas. Dit is dus een M, maar qua lengte is die eigenlijk gewoon prima. Hij is wat meer krop, dus ietsje korter. Maar goed, ik vind vooral die letters heel erg mooi. En hij zit gewoon goed, ook qua armlengte. Ik denk dat als ik een S zou hebben gehad, dat hij misschien wat te klein zou zijn geweest. Dus dit is top. Toen ben ik naar de Goose & Gusto geweest en ik liep daar toevallig door de stad. Ik was even aan het kijken en ik zag deze trui. Ik was eigenlijk al best wel lang op zoek naar een grijze trui en ik heb er wel eens van de Primark, maar toch qua kwaliteit is die wat minder en dat vind ik eigenlijk wat minder mooi. Dus toen ik deze zag, dacht ik ja, heel erg leuk. Hij is ook lekker breed, lekker oversized. Ik heb deze in een maat SM, maar heel chill als ik weer in sportkleding bezig ben en ik wil even lekker een trui aan. Dus over een sportlegging of zo staat het natuurlijk ook heel erg leuk. Dan deze trui en hier ben ik echt mega blij mee. Je ziet wel, hij is ietsje breder aan de onderkant. Sowieso is de trui ietsje wijder, maar ik vind hem zo leuk. Hij heeft een beetje dat oversized lookje. Ja, hier ben ik echt super blij mee. Verder ben ik nog bij de Zara geweest en daar wilde ik eigenlijk alleen maar basics halen, dus dat heb ik ook gedaan. Als eerste heb ik dit hemdje en ik heb al meerdere hemdjes, die heb ik denk ik vorig jaar of het jaar daarvoor al bij de Zara gekocht. Gewoon van die topjes, heel leuk voor in de zomer. En ik dacht, deze kleur vind ik heel leuk en deze heb ik in een maat S. Dan eerst de groene top van de Zara. En ik ben hier heel blij mee. Ja, je ziet wel een klein beetje hier mijn BH. Maar op zich, als ik hem recht trek, zie je die volgens mij niet. Want ik heb van de H&M ook zulke gehad. En die gaan hier veel meer naar binnen. Dus dan zag je altijd die bandjes. Maar goed, deze sluit mooi aan. En dit is echt zo'n ding. Die ga ik gewoon vet veel dragen. En deze heb ik ook nog in het grijs gehaald. En niet één keer, maar twee keer.
En de reden daarvoor is eigenlijk dat ik dacht van deze ga ik zo vaak aandoen. Dus dan kan ik er gelijk net zo goed twee hebben. Want nou, als ik hem heel vaak aan heb, dan moet hij natuurlijk weer in de was. En het is gewoon fijn om twee te hebben. Goed, en dan hebben we precies weer dezelfde top, maar dan in het grijs. En ik vind vooral deze kleur heel leuk. Daarom heb ik er ook twee van gehaald. Maar deze zit ook weer helemaal goed. Dus als je een beetje mijn lengte hebt, ik ben 1,64, dan is de S perfect. En dan als laatste heb ik bij My Jewelry wat dingen besteld. En ik ben ook in de winkel geweest. Dus dit is een mix daarvan. Deze. En het eerste item dat ik heb gehaald daar in de winkel was dit rokje slash broekje. Want het is eigenlijk een broekje. Maar goed, het lijkt op een rokje. En deze heb ik echt, ik was al 3 keer denk ik geweest in de winkel. En ik had hem elke keer gepast. En ik dacht elke keer, ja, vind ik het nou leuk? Maar ik kreeg hem maar niet uit mijn hoofd. Dus ik dacht, weet je wat, ik haal hem gewoon. En hoe leuk is dit gewoon voor de zomer met een leuk basic topje erop. Dus dat is deze. En deze heb ik in een maat S. Dan zijn hier de shorts van My Jewelry. En ik vind het gewoon heel erg leuk dat hier dus nog zo'n dingetje overheen zit. Waardoor het eigenlijk lijkt alsof het een rokje is. Maar dat is het niet. Ik vind hem qua lengte vind ik hem ook echt top. Hij is niet te kort, dus ik kan hier gewoon vrij in bewegen. Nou, en dit zit gewoon hartstikke leuk. Toen heb ik in de winkel ook nog sieraden gehaald. Als eerste deze oorbellen. Dat zijn nou ja, weer van die ringetjes die ik eigenlijk altijd draag, maar dan met pistooltjes eraan. En daarnaast heb ik dit armbandje gehaald. Dus dat is deze met van die, nou ja, van die, hoe noem je dat? Een soort van bedeltjes eraan. Heel erg schattig. En het staat gewoon lekker basic bij nou heel veel andere dingen. Dan is hier het armbandje. Ik heb hem nu op zijn strakst zitten. Maar dit is ook echt super schattig. Dan het laatste item wat ik in de winkel heb gekocht is deze tas. Ik heb al één tas van My Jewelry, een zwarte. Die hangt daar zo. Die gebruik ik echt mega veel. Alleen ik heb hem nu ook een paar keer voor uitgaan gebruikt. En hij begon een beetje te laten zien dat hij nou wat minder werd. Dus ik dacht heel graag een nieuwe. En ik dacht dit is ook weer een leuk kleurtje die overal bij past. Er zit een groot vak in en er zit een, nou ja, een soort van een klein vak voor in. En daar past ook precies mijn mobiel in. Dus ik dacht, nou, deze is hartstikke leuk om af te kunnen wisselen met de andere tas. Dat is hier de tas. En ik zal nog wel even een close-up shot maken. Maar nou, hoe schattig is dit? Er past ook volgens mij best wel wat in. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. En nou, het is ook chill, want je kunt hem gewoon verstellen. Dus ik kan hem hier langer of korter maken. En ja. En als laatste bij My Jewelry had ik nog twee jurkjes besteld. Het zijn precies dezelfde jurkjes, maar één in het wit en één in het zwart. Het is eigenlijk de bedoeling dat één van deze weer teruggaat. Want nou, ze waren niet mega goedkoop. Ik had wel korting, omdat ik online bestelde en ze hadden een of andere actie. Dus dat scheelde. Maar het is eigenlijk iets te gek om dit beide te houden. En ik heb er ook niet twee nodig. Nou, de eerste is deze witte jurk. Ik heb ze beide in een maat S besteld. Hij is dus ook een beetje oversized. Zitten hier zo van die touwtjes aan met een V-hals. Dus dat is de witte. Ik vind ook echt heel erg mooi hier bij de ellebogen zo die details. Dan het witte jurkje van My Jewelry. En hier twijfel ik een beetje over. Qua hoe die eruit ziet, qua lengte en zo is die top. Ik heb hier ook echt zwart ondergoed onder. Dat is misschien niet zo handig. Maar dat vind ik heel leuk. Alleen ik vind de kleur gewoon niet echt top. En dat is misschien, ik heb best wel een lichte huid. Dus misschien dat dat is. Maar nee, ik weet, deze is een beetje een twijfel. Verder, hij ziet er wel heel mooi uit hoor, daar niet van. En de kwaliteit is volgens mij ook echt top. Maar voor mij, nee. En dan precies dezelfde ook in het zwart. En ik, nou, ik ga deze zo meteen ook even passen. Maar één van de twee gaat eigenlijk gewoon terug. Maar goed, we moeten even kijken welke. En dan is hier de zwarte. Nou, die zit natuurlijk precies hetzelfde. Dus ook hier qua lengte helemaal top. Wat ik wel fijn vind is dat er dus twee lagen in zitten. Dus eronder in zit nog een extra laag. Dus dat schijnt niet zo door. De bovenkant, dat zag je ook al bij die witte, die schijnt wel een beetje door. Of vind ik dat niet zo heel erg. Maar ik vind deze qua kleur gewoon veel leuker. Dus ik denk dat ik deze ga houden en dat ik de witte terug ga sturen.
Goed, dat waren alle items die ik heb gekocht. Laat beneden in de reacties even weten welk item jij het leukste vond. En dan zie ik je hopelijk de volgende keer. Doei!